Peter Duvekot, fractievoorzitter van de SP en inwoner van Biddinghuizen. De wethouder heeft vanavond uitleg gegeven waarom die windmolens niet weg kunnen vlakbij Biddinghuizen. Nog tijdens de vergadering zette jij op Facebook dat hij een slecht verhaal had. Leg eens uit. Ja, ik ben blij dat ik hem niet ben. Want ik zou het niet kunnen, dit verhaal verkopen, want ik vind het echt een heel zwak verhaal. De gemeente wijst naar de windkoppen groen. In het groen verwijst weer naar de gemeente, naar het Rijk. En iedereen wijst, het is net een schoolplein, iedereen wijst naar elkaar, maar er gebeurt helemaal niks. En het blijft gewoon een heel zwak verhaal. Maar ligt dat ook niet bij de politiek? Nou, de wethouder sprak namens de gemeente en ik ben het met hem eens dat ons spel in wezen uitgespeeld is. Omdat het ligt boven ons en uiteindelijk degene die nu het meeste kan veranderen is de windkoepel zelf, de initiatiefnemers. Maar ja, er is een dialoog geweest en er is allemaal een beetje, ik vind het wat schimmig en ik vind het allemaal wat vaag. Ja. Maar nogmaals de vraag, jullie hebben als SP ook met het regioplan ingestemd? Ja, sterker nog, een gedeputeerde van ons heeft het meegeschreven. En dat is vanavond ook aan de orde geweest. Je weet tijdens het schrijven weet je eigenlijk niet eens hoe het in elkaar zit. Het is zo'n ongelooflijk gecompliceerd plan. En gaandeweg is het ook nog veranderd. Hè? Want er zijn de modes die zouden zo hoog worden. Die worden nu 1 keer 3 keer zo hoog, 2 keer zo hoog. Dus het wordt ook steeds gewijzigd. En er zijn zoveel belangen die er meespelen, zoveel dingen. Ik ben er nu niet meer voor. Ik ben er tegen. En wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat het nu bij de initiatiefnemers ligt, want politiek is iedereen uitgespeeld blijkt. Hè? Daar hou ik niet zo eigenlijk niet zo van, want ik vind dat je pas uitgespeeld bent als er een schop in de grond gaat en die dingen gebouwd worden. Maar de initiatiefnemers, ja, die zijn aan de beurt. Ze mogen het blijkbaar. Hè? Ze mogen die windmolens bouwen. Het hoeft niet, maar het mag. Ja, kijk in zijn hemelsnaam naar andere mogelijkheden, want het gaat om een paar molens bij de kernen. En dat is gewoon niet te verkopen aan de inwoners, dat je die gewoon pertinent wil laten staan. En dat er niks. Je kan wat bedenken voor Lelystad Airport, hè, daar kan je allerlei aanpassingen voor doen. Dan komt er ineens een stikstofcrisis, dan koop je 2 bedrijven op, gooi je 1 in. Dat is allemaal te bedenken, allemaal plausibel, dan kun je allemaal dingen. Bedenk dan ook iets voor die molens bij de kernen. Dat kun je vast wel doen. En verwacht jij ook dat ze dat gaan doen? Nee. Dat verwacht ik niet. Maar we gaan ons stinkende best doen om te kijken of we ze nog kunnen overtuigen. En waarom verwacht je dat niet? Want de initiatiefnemers zijn ook inwoners van Biddinghuizen. Ja, maar het zijn ook ondernemers. En het is een windplan waar ook geld aan verdiend wordt. En dat prevaleert. De wethouder zei, de economie bepaalt het een beetje. Het is niet anders.